ça, hein? Faisais voir. Et on va en parler de Michel. Dit is ook het enige wat hij doet, want nu gaat hij weer naar huis toe. Er zit de hele show te wachten tot hij mij de gitaar komt brengen. Mag hij iets hadden? Dames en heren, we gaan even terug naar 1954. Nee, 54. Ik heb het elke keer fout gehad, want ik zei ook hier 56, maar het was 54. Volgens mij heb u vaker de show gezien, of niet? 1954. Waar een jonge Elvis truckchauffeur is en steeds maar langs de studio rijdt van Sun Records. Sun Records ligt in Memphis. En Elvis wilde eigenlijk naar binnen toe om zijn stem op te nemen en te horen hoe zijn stem klonk. Dat wist hij niet. En horen of hij talent had. En hij ging naar binnen, heeft alle moed verzameld en verzinde een smoes. Hij verzon dat hij een liedje ging spelen voor zijn moeder. En dat liedje, dat heette maar Happiness. Kennen jullie dat? Ja. Dat is mooi, hè? Dan gaan we vanavond niet spelen. Maar Elvis nam het liedje op. En een verzoek van Marion Kaiser, de secretaresse van Sun Records. Zij vroeg Sam Phillips om Elvis nog een keer terug te laten komen. En om nu echt serieuze opnames te gaan maken met hem. Want hij was een talent. En Sam Phillips hoorde niet zoveel van hem. Hij vond het eigenlijk maar niks, het gitaarspel en zo. Maar hij deed toch op verzoek van Marion. En hij huurde twee muzikanten in. Scotty Moore en Bill Black. En die dag ontstond de King of Rock and Roll.